Festival De Vecht begint op 20 augustus met... De Kinderdag in Ommen. En daar zijn workshops voor kinderen. En die maken een decorstuk of een kledingstuk. Of ze zingen of ze leren een lied of een dans. En 's avonds mogen ze allemaal meespelen in de musical. Die wordt uitgevoerd door de musicalcast van de Beerse Bulten. En de musical dit keer gaat heten Bultje en het verdwenen kristal. Het begint 's avonds om 19:30. En voordat de musical begint gaat Studio 85 uit Ommen eerst nog een dansprogramma presenteren. En dat zorgt gelijk voor een spectaculaire opening. Dan hebben we op vrijdagmiddag, ook in Ommen, de ondernemersbijeenkomst. Met gastsprekers Johan Derksen en Evert de Napel, dus dat belooft wat. En dan hebben we zaterdag, ook nog steeds in Ommen, rondvaartboten in de Zomp van Gramsberg en de Zomp van Dalfsen. Met gidsen. De opstapplaats is hier aan de Vechtkade. En mensen mogen gratis meevaren en van tevoren aanmelden is niet nodig. Dat doen we de hele middag, van 11 tot 4. En dan 's avonds is het grote vechtconcert. En dat vindt plaats hier op het plein. En aan deze kant van de Vecht, daar komt een drijvend podium. En op dat drijvend podium gaan 3 live acts muziek spelen van Ramses Shaffi, van Billy Joel en van George Michael. En George Michael muziek wordt gespeeld door Charlie Luske en zijn band. En dat belooft heel spectaculair te worden. Dus het Vechtconcert wordt weer een feestje aan de Vecht. Daar ga ik ook met mijn bootje heen? Ja, er komen ook bootjes om het podium te liggen. En ook wat grotere boten waar nog mensen op komen. Verder komt er een tribune. Hier op de zijkant van dit plein. En hier wordt het hele plein wordt volgezet. Want de mensen moeten allemaal zitten. Er zijn geen staanplaatsen. Zondag weer een concert. Zondag weer een concert, maar heel anders. Dat doen we bij Buitenplaats De Luwte. En dat is een lunchconcert. Dus mensen kunnen lekker lunchen. En tegelijkertijd luisteren naar Erik Breij, die voorheen in Purper zat. En die vertelt alles over... Of die speelt zijn voorstelling Jubileum. Hij viert een jubileum en hij laat zijn mooiste liedjes horen. En daar heeft hij ook de leukste verhalen bij. Dus dat wordt superleuk. Een week later nog een weekend lang. Klopt. En dat begint op vrijdag 27 augustus. En ook zaterdag 28 augustus. In Dalfsen kunnen mensen een rondvaart maken. En dan beginnen ze bij Stuw Vechtenweert. Of ze beginnen bij de stoomfabriek in Dalfsen. En dan... lopen ze weer terug met een wandeling. Ja, als je slechter been bent kun je de wandeling niet maken. Dus dan kun je met de boot gewoon weer terug naar de opstapplaats. Dus je kunt wel meevaren, maar dan kun je niet de wandeling meemaken. Dat is allemaal gratis. Ook daar hoeven mensen zich niet vooraf aan te melden. Ieder half uur gaat er een boot vanaf de Stuw Vechtenweert. En er gaat iedere half uur een boot vanaf de stoomfabriek in Dalfsen. We hebben de 28e bij de Koppel ook nog activiteiten in Hardenberg. En dat zijn activiteiten voor het hele gezin. En dat is ook 's middags van 1 tot 5, dus een hele middag. Mensen mogen daar komen aanlopen wanneer ze willen. Hoeven zich ook niet aan te melden, is ook gratis. En kunnen van allerlei activiteiten aan allerlei activiteiten deelnemen. Dat is echt van honingsnoepen tot een stukje varen op de Vecht. Verhalenvertellers lopen daar rond, die toveren verhalen uit hun hoed. En je weet nooit waar je ze tegenkomt. Dus dat wordt ook een hele leuke middag voor het hele gezin. De 29e... Een culinair concert. Het is en culinair en het heeft met koeien te maken. Dat is bij Erve Vechtal, Simone Kochel, haar bedrijf. En dat is natuurlijk een koeien... Zij is bekend van de koesafaris, een koeienbedrijf. Zij vertelt ook over haar bedrijf. Verder zijn er muzikale optredens van zangeres Irene Aalvink. Die komt hier uit Ommen. En van de stuwzangers uit Vilsteren. Nico Arkes komt langs en die vertelt leuke verhalen over de natuur. En daar is een fluitiste bij die dat muzikaal ondersteunt. Dus een heel breed programma. En dan hebben we nog voor de mensen die van de klassieke concert houden, hebben we een landgoedconcert. Dat is in Vilsteren in het landgoedcentrum. En daar treedt harpiste Mechtelt Carlien de Jong op. En dat begint 's middags om 3:00. Dat is echt voor de mensen die van een mooi klassiek harpconcert houden. En het picknickconcert is in Vilsteren met een high tea. Daar treedt op
Lonne Pontman, komt hier ook uit de omgeving, is altvioliste, violiste, zangeres. En zij neemt een ensemble mee en het wordt een beetje klassiek jazzy wat ze gaat doen. Voor iedereen wat wil ze? Het is voor jong en oud, heel divers. Dus iedereen kan doen wat hij wil, pakt uit dat hele aanbod waar hij naartoe wil, wat hem aanspreekt. En we hopen dat veel mensen komen genieten deze zomer aan de Vecht.